Hallo allemaal. Ja, gelukkig ben ik weer volledig hersteld van corona. Nou, vandaag willen Tante Dap en ik graag iets doen voor de zorgmedewerkers. Die het vandaag de dag zo zwaar hebben, maar die zulk belangrijk werk doen. Vandaag gaan we cupcakes maken met wenskaartjes voor de medewerkers van de IC van het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Zoals gebruikelijk verloopt niet alles volgens plan. Want zijn de cupcakes eigenlijk wel gaar? Wat moeten we hier nu mee? Half gaar! Wij zijn Dok en Tante Dap en dit is vlog nummer 26. Zo, ik ga beginnen met de cupcakes. We hebben meel, suiker, we hebben de melk, de boter. Zo. Maar nog niet de ei. Nee! Wat? Moeten die gelijk ja, al? Die moeten meteen. Alles tegelijk? Ja, oh, dus dokter, doe de mix, de eieren, de melk en de boter in de beslag komen en rol het geheel met de mixer op de laatste stap. Oké. Ik ga kleine kaartjes maken waar iets leuks op staat. Voor die medewerkers die wij vanmiddag hopen te bezoeken. Ja, het begint dus met in het gras liggen om foto's te maken. Ik maakte een klein passepartoutje. Op die manier kan ik kijken. Hé, dit is wel een aardig stukje om een kaartje van te maken. Dan teken ik dat af, knip dit uit. Ik maak kaartjes. Die worden dubbel gevouwen. Daar schrijf ik eerst wel even iets in. Een leuke tekst. Vervolgens plak ik dat kleine fotootje op het kaartje. Nou, en dan plakken we er achter het stokje en zo hebben we iets heel leuks om in dat cupcakeje die we aan het bakken zijn te steken. En dat is het. En wat was het? Het moest een beetje terugveren, hè? Ja, precies. Ja, dat blijft wel een afdruk in. Ja. Moeten ze toch misschien nog wel even, hè? Want ze zijn niet echt goudbruin, ze zijn nog vooral geel. Even kijken. Goed, ja, maar daar had ik al in gedrukt. Ja, nou ja, maar dat is niet te bedoelen dat we straks 24 afdrukken hebben. Dus ik dacht, dat is toch nog wel even. Want hoe is het dan volgens deze mix? Ja, dit is wel goed. Ja, precies. We kunnen er altijd eentje proberen natuurlijk straks. Ja, ja. En als het dan helemaal nergens naar smaakt, dan brengen we ze toch. Ja, ja. Nou, Doc. Vind jij het helemaal gaar? Wat moeten we hier nu mee? Half gaar! Nou, natuurlijk. Ik denk dat ik deze nog even op de bovenste regel schuif. Waar is nou dat stukje? Oh, ze zijn zwart! Oh nee, shit! Oh. Dat is een grapje hoor. Dat was een grapje. En dan moeten ze afkoelen. Ja, het moet maar hè. Ja, god, ja. Nou ja, ik denk dat het ook wel goed is hoor. Dok. Zal wel hè. Ze waren in elk geval al lekker, vond ik net. Ja, zo is het. Ja.
Nou, we hebben nog een klein uur de tijd om voor de finishing touch. Taartjes zijn inmiddels klaar. We moeten nog de laatste hand leggen aan de kaartjes. En dan moeten we ons om 2:15 moeten we ons bij de balie van het ziekenhuis melden. Dus we gaan snel de laatste dingetjes afronden. Oh, ja, hier hebben we geen plaatje genomen. Hier. Oh. Ja? Oh. Stop je weer weg! 1, 2, 3, 4, 5. Nou, het is zo dadelijk, het is zo tijd om te vertrekken. Alle taartjes zijn gemaakt, alle kaartjes zitten aan de taartjes. We wachten nu op de taxi, het is enorm rot weer, dus we hebben een taxi besteld. Tante Dap, heb je wel aan een mondkapje gedacht? Ook? Nee, nog niet. Ja, dat is wel belangrijk. Oh. Oeh, daar is die. Daar is de taxi? Ja. Ja, en dan is het nu wachten op de senior van de IC. Die komt zo dadelijk, als het goed is, naar beneden. Ja. En daar gaan we dit dan overhandigen. Hallo. Goeiedag. Ja, wij zijn Doc en Tante Dap en we willen jullie heel graag iets aanbieden. Ja, jullie hebben het heel zwaar op dit moment. We willen jullie ontzettend bedanken voor jullie goede zorgen, harde werken. Daarom hebben we iets gemaakt. Dat zijn deze cupcakes met kaartjes eraan. Nou, we hebben dit met heel veel plezier gedaan. Ja. En vaak denken aan jullie, zal ik zeggen, van wat zwaar, wat moeilijk. Ja. Ik ga het zeker met alle liefde in ontvangst nemen en het direct aan mijn collega's brengen. En nogmaals hartelijk bedankt en lief dat jullie aan ons denken. Nou, heel graag gedaan. Ik zou zeggen, geniet ervan en heel veel succes nog in deze zware tijd. Ja. Nou, lieve kopers, we hebben nu net de cakejes afgeleverd. Ontzettend leuk. Het werd zeer gewaardeerd. En ik kan niet anders zeggen met hoeveel plezier we hier aan gewerkt hebben. Ja. En ik kan alleen maar zeggen, als jullie ook op een idee komen. Misschien kun je het ons wel laten weten. Dat is heel leuk. Laat het weten of zet iets op touw om die medewerkers die het zo verdienen ook in het zonnetje te zetten. Want dat is zo belangrijk wat zij doen. Ja. Dus willen jullie heel erg danken. Hartelijk danken voor het kijken weer. Tot de volgende keer. Okay. En als je nou wil abonneren, klik dan hier. Oké. Okay.